We zijn op Veres 2023 en ik ben heel benieuwd waarom de mensen hier zijn en wat ze van Veres vinden. Hoe zou jij Veres in één woord omschrijven? Wow. Genoteerd. Ja, precies. Ik denk krachten bundelen. Samen, waardevol, geïnspireerd. Dat zijn mooie woorden, denk ik, toch? Ja, heel inspirerend. Ik ben benieuwd, waarom ben je hier? Nou, om geïnspireerd te raken. Door allerlei leuke workshops, lesuren en lesbellen. Het is fantastisch om zoveel mensen te ontmoeten die ook in het onderwijs werken. En dus ik vind het ook altijd weer een heerlijke reunie, moet ik eerlijk zeggen. Nou, omdat ik erg benieuwd was naar meer van Veres eigenlijk. Ik ben wel gewoon benieuwd, zeg maar, wie verder de mensen zijn binnen Veres. Hoe is het om lid van Veres te zijn? Nou, dat je gesteund voelt uiteindelijk in je eigen werk als bestuurder. In een landschap wat complex is en waar je dus gewoon behoefte hebt aan mensen die je kunnen helpen bij het oppakken van vraagstukken. Ik heb eerst in het basisonderwijs gezeten. Ik heb de overstap naar het voortgezet onderwijs gemaakt. En de eerste studiedag die ik daar mee maakte was onder begeleiding van Veres. Dat vond ik een hele inspirerende dag, omdat voor het eerst een brede scholengemeenschap, christelijke scholengemeenschap zijn we. Gesprekken hebben gevoerd over identiteit. Heel prettig ervaren. We gaan een nieuwe school starten en dat is een heel ingewikkeld traject. En daar heeft Veres ons ook stap voor stap bij begeleid. Het nadenken over burgerschap als thema bijvoorbeeld. Of het nadenken over hoe je christelijk onderwijs verzorgt in een samenleving die steeds meer seculier is. Het was voor mij een van de eerste kennismakingen met Veres. We hebben wel eens wat studiedagen ervan gehad, maar ik denk dat het gevoel te omschrijven is als warm. Warm en hard voor de leerlingen.